Maatschappijleer 2, themawerk, hoofdstuk 4. Met werk kom je verder. Je maatschappelijke positie is je plek in de maatschappij. Je kunt een hoge positie hebben en je kunt een lage positie hebben. Je positie wordt door een aantal dingen bepaald. Geld speelt natuurlijk een belangrijke rol, maar ook macht en kennis kunnen invloed hebben. Ook je talent kan je een hogere positie geven. Denk maar aan bijvoorbeeld een goede voetballer. En ook je afkomst kan invloed hebben op je positie. Zo was bij zijn geboorte al bekend dat Willem-Alexander ooit koning zou worden. Maar zoals op elke ladder kun je erop klimmen. En ook dalen. Klimmen doe je in Nederland vooral door de soort opleiding die je hebt. Hoe hoger de opleiding doorgaans, hoe hoger je op de maatschappelijke ladder staat. Maar het heeft ook te maken met persoonlijke eigenschappen, zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen. Als er een groot verschil bestaat in je positie op de maatschappelijke ladder, dan spreken we van sociale ongelijkheid. Dan zijn rijkdom, kennis en macht oneerlijk verdeeld. Het kan een combinatie van deze drie zijn, het kan ook één van deze drie zijn. Dat stijgen en dalen op de sociale ladder van laag naar hoog en van hoog naar laag, dat noemen we sociale mobiliteit.